Inderdaad, het is de grootste claim ooit in Nederland ingediend. Ja. En wereldwijd de tweede. Dus het is een forse... En het gaat om geld. De pensioenen zijn, zeggen jullie, niet verhoogd... terwijl ze verhoogd hadden moeten worden. Helemaal genoeg met de rekenrente gaan we niet uitleggen. Maar mensen hebben recht op dat pensioen... Ja. uit een periode 2008-2021. En dat moet nu terug. Ja, het gekke is, toen ik in de Kamer zat... heb ik er ook altijd voor gestreden. Heb ik gezegd, dat moet... Maar tot mijn verbazing is er iemand geweest, Jos Wouters... die heeft uitgezocht hoe het nou gekomen is. En toen viel ik van mijn stoel, want daar zijn we in de Kamer nooit mee bezig geweest. Het blijkt dat er dwingende regels in Europa zijn... die voorschrijven hoe je dat in Nederland moet doen. Voor die periode deden we het ook op die manier. En dan worden die regels voorgeschreven in Europa... en die dwingende regels worden gewoon terzijde geschoven. Daar doet de Nederlandse regering niets mee. En nu je dus weet dat ze tegen een dwingende regel van Europa... hebben opgetreden, kan je zeggen, ja, maar jongens, dat hebben jullie niet fout gedaan. Dat is dus ook de reden dat de staat aansprakelijk kan worden gesteld... en niet de pensioenfondsen. Nee, als je de pensioenfondsen aansprakelijk stelt... dan zeggen ze, pensioenfondsen het recht. Die zeggen, ja, maar we moesten. Ja. Zo waren de regels. En als je de staat aansprakelijk stelt... dan kunnen die vervolgens met de pensioenfondsen om de tafel gaan zitten... en zeggen, jongens, het zit bij jullie in de kassen. Ruim in de kassen. Dus het moet wel door jullie betaald worden. En dat is leuk... Want als die gelden uitbetaald gaan worden, dan wordt belasting overgegeven. Is goed voor de staatskas. Ja. Het komt in de economie. Het is goed voor ons allemaal. En het geldt niet alleen voor gepensioneerden. Maar het geldt ook voor mensen die werken. Maar die houden het misschien niet zo in de gaten. Maar ook jouw pensioen wordt niet geïndexeerd. Dus eigenlijk als je... iedereen die pensioen heeft opgebouwd hier... tussen 2008 of nog opbouwt tussen 2021... zou hier dus dan aanspraak op kunnen die maken. Zouden dus zich moeten het zijn aanmelden. Er nu 125.000, maar dat kunnen er zijn dus... miljoenen. Miljoenen zijn die hier... 10 miljoen mensen zijn hier de dupe van.